Wij zijn in Parijs voor een interview met Thierry Bizot. Hij werkte 8 jaar voor het cosmetica-bedrijf L'Oréal voordat hij televisieproducent werd van succesrijke amusementsprogramma's. Een aantal jaar geleden echter volgde hij een catechese die zijn leven totaal overhoop gooide. Het boek dat hij hierover schreef, Katholiek Anoniem, werd onlangs vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Halewijn. Bizot was zelf aanwezig op de boekvoorstelling in Drongen. De onbekende gelovige, dat is de Nederlandse titel, is authentiek en humoristisch en is nu al een succes. Ik ontmoet Bizot in zijn kantoor in Boulogne, Parijs.